Hey, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video. Yo, mijn naam is Chester en vandaag ben ik hier met Dilano. Yo. En vandaag doen wij de Deo Challenge. Wat dat inhoud is, Dilano vraagt aan mij een vraag, bijvoorbeeld... Wij hebben mezelf een beetje aangepast. Ja, wij hebben zelf de challenge aangepast van, vind jij, of ik vind het heel erg dat mijn economieboek gestolen is, als bijvoorbeeld. Als ik dan zeg waar, terwijl dat niet waar is, dan moet ik dus Deo in mijn mond spuiten en andersom ook. We gaan niet heel veel Deo spuiten, gewoon een klein tikje. Ja, gewoon even dat je het smaakt. Dus, ik ga beginnen. Met een vraag van, ik vond het heel erg toen mijn scutcontrole kapot ging. Ik denk dat niet waar is, omdat je wist dat het toch wel goed kwam. Nee, ik vond het heel erg. Ik vond het echt erg. Want ik heb toen wil je nou gewoon dat ik deel om het wegspijt? Ik heb toen echt met Finn gezet, dan kan je aan mijn ouders vragen. Nee, met Finn heb ik het geprobeerd te maken. Wacht, daar was ik bij. Daar was ik bij. Ja, toen was hij eruit schoon, weet je nog. Dat we dat ding in dat tapijt kwijt. Ja, juist. Ja, dat. Oh, ja. Oké, daar gaat hij. Ah. Oh, dat is echt vies. Oké, ga verder. Ga verder. Ik moet eigenlijk drinken. Oké, ga verder. Kom op, ik weet het niet. Verzin eens iets. Ik heb wel eens een 10 gehaald voor Frans proefwerk. Ja, dat is waar. Ja. Oké, gelukkig. Dat is zo vies. Ik heb in de eerste, heb ik al... bij onze directrice gezeten van het Zempel College. Is dat waar of niet waar? Ja, dat is waar. Klopt. Ik heb wel eens op het punt... Ja, ik ben wel eens op... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Je bent wel eens op het punt geweest? Ik ben wel eens op het punt geweest om geschorst te worden op school. Ja, ik weet nog wel. Jawel. Nee, is niet waar. Toen met foto's of zo, toch? Toen zei nog, als ik het nu niet verwijder en ik word gepakt, kan ik geschorst worden. Nee, maar ze hebben niet echt gezegd tegen mij van ja, je wordt als je nu... Nee, oké, maar dat had je toen wel tegen mij gezegd. Maar ik zou niet geschorst worden. Mensen zeggen tegen mij dat ik geschorst word. Oké, dus ik moet spuiten? Ja. Oké. Zo, dat is ranzig dit. Het is fucking bitter. Het is fucking bitter. Oké. Zo. Dat zit nog steeds in mijn mond, hè. Het is fucking vies. Oké, ik heb dus ooit ruzie gehad met een docent en ik heb hem uitgescholden. Dat is niet waar. Is wel waar. Meneer de Groot in de tweede. Oh, nee. Oké. Laten we het snel doen. Dit is zo Kom op, vies. Ga verder. Ik moet smaak aan mijn bekken. Ik heb ooit wel eens in de douche gepoept. Ja, dat is waar. Ja? Yes, gelukkig. Oké, mooi zo. Kut. Even, dat was wel toen ik 4 jaar was. Hè. Dus ik denk dat ik om mijn 13 in mijn douche ga. Oké. Volgende vraag. Toen we in Parijs waren met de klas, toen heb ik naast degene gestaan waarvan een portemonnee gestolen werd. Ja. Is dat waar of niet waar? Ja, is waar. Is niet waar. Nee. Ik heb niet naast Colin gestaan. Ik heb het alleen gehoord dat Colin... Ik wist niet eens wie portemonnee gestolen was. Ja, dat is bij Colin. Ik heb hem niet naast gestaan. Ik was wel aan het gebouw, dat was het Louvre. Maar ik heb niet naast hem staan. Dan ga ik weer. Sorry. Oké. Dit was mijn ene laatste vraag. Dit is nu jouw ene laatste vraag. Oké. Ik heb wel eens 100 euro aan een spel uitgegeven. Een spel van 100 euro gekocht. Nee, dat is niet waar. Nee, welk spel? Je moet die special edition van Call of Duty Black Ops 3 met die season pass erbij. Op de PlayStation Store heb ik hem gekocht. Nee, jij bent toen naar de winkel gegaan met 50 euro. Nee, maar daar kon ik... En het is... Nee. Ja. Kerel, je hebt de disc van het spel toch? Nee. Je moet niet slikken. Als je niet slikt... Oké. Mijn laatste vraag is... ik heb vroeger op de basisschool, dus in groep 8 of zo, heb ik ooit mijn topo-blaadje in mijn laadje gedaan. Toen we de toets kregen om open gedaan te kijken wat er was. Dat heb jij gedaan. Nee, je hebt niet gedaan. Dat heb jij wel ik gedaan. Ik heb dat nooit gedaan. Echt nooit. Het enige wat ik ooit had gedaan, is bij mijn pet in het vensterbak een blaadje gelegd. Maar nooit in mijn laadje. God damn it. Dit is jouw laatste vraag in deze video. Eindelijk voorbij. Wacht even. Ik heb wel eens in mijn onderbroek door het hotel in Indonesië gerend. Nee, heb je niet. Jawel, heb ik wel gedaan. Oké, fuck my life. Dichterbij, gozer. Ja, jij deed ook veel verder. Ik deed hier. Giekelijke. Holy shit, dat is fucking vies. Jongens, dat was de video van vandaag. Mocht het nou van deze video, laat het blauwe duimpje omhoog achter natuurlijk. Met de nieuwe camera's, die kwaliteit. Vergeet natuurlijk niet zijn kanaal te checken hier beneden in de beschrijving. Hij maakt zombie video's. Hij heeft rond de 100 gehaald in de IJzertraag. Dus... ben je daar natuurlijk benieuwd naar? Kijk dan naar die video. Dus ik wil jullie voor het kijken in deze video. We gaan nu even ons mond snel wassen. Zeker weten. Tot de volgende keer, jongens. Doei. Later.